Dit is de 1 minuut podcast. De podcast waar je elke dag geïnspireerd wordt om in kleine stappen jouw mooiste doelen te bereiken. Denk groot, start klein. Ik ben Leroy en ik heet je van harte welkom bij de 1 minuut podcast. Misschien is het wel herkenbaar voor jou dat je ooit eens een keer met een project aan de slag bent gegaan of een tentamen moest gaan leren of iets in die zin. En je ging er helemaal in op, weet je wel. Het ging fantastisch. Je ging 's ochtends zitten, je ging ermee bezig en je vergat gewoon de tijd. Je was zo extreem productief dat alles ging zoals je het wilde doen. En je denkt van wow, kan ik niet vaker dit gevoel voor mezelf creëren? Kan ik niet vaker die flow gaan vasthouden? Nou, vandaag ga ik het daar met je over hebben en ga ik iets meer uitleggen over wat ik heb gehad aan het boek Flow van Mihaly. En dit ga ik gewoon met je delen en we gaan kijken hoe ver we komen. Ik ga weer 3 belangrijke inzichten met je delen, hoe je dus meer in de flow kunt komen, hoe je dat nu eigenlijk creëert en hoe je dus nog vaker de tijd voor jezelf kan vergeten, waardoor je extreem productief kunt worden. En Mihaly bespreekt in zijn boek heel veel verschillende onderzoeken en tips. Het is wel een heel wetenschappelijk boek, best wel lastig om door te spitten, vond ik ook zelf. Moeilijker dan andere boeken over het algemeen. Dus ik denk alleen maar handiger dat je nu dit van mij meekrijgt. Ik ga die drie inzichten dus met je delen. Ten eerste, Mihaly benadrukt heel erg het principe van doelen stellen. En je zult merken dat deze 3 inzichten echt inzichten zijn die ik zelf ook continu teach aan andere mensen. En nu dus ook door middel van zijn tips. Hij zegt, ja, doelen stellen is gewoon de key om die flow vast te houden. Je moet gewoon weten waar je naartoe werkt. Want op het moment dat je dat weet, creëer je heel veel rust, creëer je heel veel focus voor jezelf. Waardoor het dus extreem makkelijk wordt om daarmee aan de slag te zijn. En het liefste, zegt Mihaly ook, moet je daar voor jezelf, moet je dat echt meetbaar maken. Dus stel je voor, je bent aan het leren voor een tentamen. Weet dan hoeveel je op dat moment aan het leren bent. Weet je, ga je dan 1 hoofdstuk doen? Ga je 2 hoofdstukken doen? Pak je er nog meer voor jezelf op? Maar wat wil je echt afgerond hebben op die dag? Het kan ook met een groter project natuurlijk zijn. Hoeveel hoofdstukken wil je daarvan doen? Of hoeveel tekst wil je lezen? Je kunt het ook kleiner maken, dat je gewoon een boek aan het lezen bent. Maar hoeveel pagina's wil je dan gelezen hebben? Dat zijn de dingen die daar heel belangrijk in zijn. Dus maak het meetbaar voor jezelf. Inzicht 2, wat ik heb opgedaan vanuit dit boek, waarvan ik denk, dit is heel erg krachtig. Dat is dat je het proces belangrijker maakt dan het resultaat. Ik heb hier ook een aparte video over opgenomen. Die vind je volgens mij via YouTube, via mijn kanaal wel, op als je procesdoelen intikt. Dan moet je hem tegenkomen. Maar maak je processen dus belangrijker dan het resultaat, zegt Mihaly. Want op het moment dat je dat gaat doen, we focussen ons vaak op het resultaat. Alleen, ja, weet je, het resultaat is wel belangrijk, maar het proces waar je in werkt, dat is waar je jezelf in ontwikkelt. Dus ja, het resultaat dat je bijvoorbeeld heel goed video's wilt kunnen opnemen, dat is een resultaat wat je kunt bereiken. Maar dat proces ernaartoe, dat leren hoe je dat kunt doen, hoe je dus makkelijk praat, hoe je weet wat je zegt, hoe je bijvoorbeeld je armen daarbij beweegt of dat je even een glimlach toont af en toe. Al die dingetjes daartussen, dat is het proces waar je in zit. En hoe meer je dat gaat trainen, dan word je vanzelf uiteindelijk die persoon die daar dus heel goed in is. En dus als resultaat bijvoorbeeld mooie, goede programma's kan ontwikkelen. Dat heel helder kan overbrengen naar andere mensen. Nou, noem het maar op hoe je dat wilt creëren. Dus het proces belangrijker maken dan het resultaat. Echt enorm belangrijk. En hoe kun je dat doen om dan ook in die flow te blijven? Nou, let dus dan inderdaad eens op de handelingen die je uitvoert. En dus het proces gaat om de handeling. Dus het resultaat kan zijn een heel mooi programma ontwikkelen. Maar de handeling is video's maken. En dat stukje, daar wil je van kunnen genieten. En dat kun je het beste doen door tip 3 toe te passen. En dat is dat in kleine stapjes te doen. Dus focus jezelf op die kleine stapjes. Dus ga bijvoorbeeld, zeg tegen jezelf, ja oké, dat programma wil ik ontwikkelen, maar dat is nog heel ver weg. En hoe groter dat doel is, hoe moeilijker het is om dat ook daadwerkelijk te gaan bereiken. Dus hou dat kleine voor jezelf. En dat kun je het beste doen door ervoor te zorgen dat je dus geniet van het proces en dat heel klein maakt. Dus niet het programma, maar 1 video. 1 video, gewoon elke dag bijvoorbeeld 1 video maken. Als een video al te veel is, dat je dan zegt van, nou weet je, vandaag doe ik 5 minuutjes van een video. En de volgende dag doe ik weer 5 minuutjes van een video. Waardoor je er dus mee bezig bent, het al aanleert
En vervolgens worden die kleine stapjes natuurlijk steeds iets groter. Ga je er 10 minuutjes van maken, ga je er misschien 15 minuutjes van maken en kun je het in ieder geval steeds meer gaan uitbreiden, waardoor dat programma uiteindelijk vanzelf als het ware in zicht komt, omdat je maar met je continu hebt gefocust op die kleine stapjes en niet op dat hele grote. Op het moment dat je dat dus gaat doen, blijf je ook denken in de micro dingen in plaats van de macro dingen, de grote dingen. Ja, en dat effect, dat is gewoon heel groot. Als je al met mijn 1 minuut actie aan de slag bent, dan zul je dat ook al gemerkt hebben. De opstapeling van die kleine stapjes, daar zit hem de kracht in. En op die manier neem je ook een heleboel angst weg dat je het al af moet hebben of dat je twijfels gaat creëren. Nee, je kunt gewoon heel simpel beginnen met een paar minuutjes een stukje van een video opnemen. Goed, dat klinkt natuurlijk makkelijker dan gezegd dan gedaan. Dus ik zou zeggen, ga die 3 inzichten toepassen voor jezelf. Ga er elke dag mee aan de slag. Elke dag eventjes, wat is je belangrijkste doel? Dat is 1. 2. Focus je dus op het proces. Dus welke handeling kan ik gaan uitvoeren? En 3. Welke kleine stap kan ik van die handeling vandaag nog gaan doen? Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. Heb jij dit boek al gelezen? Wat doe jij om heel vaak in de flow te kunnen komen? Gebruik jij er bepaalde tools, tips en tricks voor om dat voor elkaar te krijgen? Laat het maar gerust weten in een reactie. Dan hoop ik natuurlijk snel weer van je te horen. Wil je nu meer tips en inzichten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en het runnen van je online business? Vergeet je dan ook niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dan zie ik je de volgende keer weer terug. Denk groot, start klein. Bedankt voor het luisteren. Geloof jij net als ik dat je in kleine stappen jouw mooiste doelen kunt bereiken? Abonneer je dan op mijn podcast voor meer dagelijkse tips en inspiratie. Laat me weten wat je van de podcast vond, deel de inspiratie en geef het door.